Helemaal leuk dat jullie weer kijken naar deze 10e aflevering. Zoals jullie wel weten is het bijna kerst. Dus ik dacht van, sowieso leuk als ik kerstkaartjes ga maken. Dat is dan ook wat we gaan doen. Ik zeg wel vast even van tevoren erbij dat ik er best wel snel doorheen ga. Maar je hoeft je geen zorgen te maken, want de tips die je moet weten, die vertel ik sowieso allemaal. Dus het gaat helemaal goed komen. Dus als je gewoon je kwasten erbij pakt en je schilderpapier, dan kunnen we beginnen. We beginnen met het opzetten van de basis. Bij de basis gebruik je veel water, zodat je eigenlijk een soort van silhouet krijgt van wat je wil schilderen. Als we de basis hebben opgezet, beginnen we met het wat aanbrengen van donkerere stukken. Zo krijgt je figuurtje eigenlijk een beetje diepte. Als je figuurtje al een beetje diepte heeft gekregen, kan je er ook details in gaan aanbrengen. Zo wordt hij nog mooier. De details die breng je eigenlijk aan met een nog wat donkerdere kleur verf en die verdun je dan later een beetje weer met water. Als we de achtergrond gaan schilderen, beginnen we net zoals bij het poppetje heel erg dun. Eigenlijk vul je het hele vlak met een heel klein beetje kleur. Waarna je daarna, als het een beetje opgedroogd is, er weer met een iets donkere kleur overheen gaat. Zo creëer je ook weer een beetje diepte in je schilderij. Omdat we eigenlijk nat in nat schilderen, moet je ook altijd goed opletten dat twee natte blokken elkaar niet aanraken. Anders gaat de verf met elkaar overlopen en dan krijg je een soort van gekleurde watervlek. Als alles uiteindelijk goed droog is, kan je nog details gaan toevoegen. En in dit geval zijn dat dan nog sneeuwvlokjes. Ik hoop dat je het weer een beetje leuk vond. Dit was het er voor deze keer. Fijne feestdagen allemaal en dan zie ik jullie later. Doei!